In Beuningen is afgelopen zaterdag het eerste Gelderse kievietsei van het jaar gevonden. De jaarlijkse vondst van het eerste kievietsei markeert het symbolische begin van de lente. De trotse vinder van het eerst gevonden kievietsei van Nederland dit jaar is een trouw lid van het SBNL Natuurfonds. Dit fonds is de eerste landelijke natuurorganisatie die zich inzet om natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen. Na enig door de modder te kruipen en zo, en heb ik het gevonden. Dus ik ben lang blij dat ik het ei heb kunnen laten zien, want vanzelfde komt er een kraai of een vos om dat even mee te pakken. Vooral als er wat meer ligt, dan heeft hij wat meer kans natuurlijk, maar dat zijn de prooidieren. Nou ja, dat is iets moeilijk aan te komen. Alleen ja, een kraai geeft ook aan waar de nesten liggen, want de kiewiet die gaat daar achteraan. En dan moet je even rustig wachten. En dan gaat het wijfje weer terug naar zijn nest. En dan is de beste zaak dat je bijvoorbeeld ergens even schuilt en dan zie je precies waar het nest ligt. Mijn vader was boswachter en die heeft mij ooit meegenomen naar een nest. En ja, dat vergeet je nooit weer. De natuur heeft mij altijd geboeid. Het heeft altijd in mij gezeten. Wij hadden, 49 hectare bos. Hè, rond. Dat was een herstellingsoord. En daar heb ik het bos. En vlakbij het Jeukenmeer, waar ik dus, Sint-Nicolaashuis, de naam van mijn geboorteplaats dus. En daar heb ik altijd in vertoefd. Dus ik was altijd op stap. De natuur is hier zo achteruit gegaan. Dus ik heb nog een paar veldjes over. En dat is ook mede te wijten natuurlijk aan de grasinzijde, het soort gras, dat is van belang. Dus als het productiegras is, zo noem ik dat dan maar, vind je er weinig kruiden in en dan zul je er echt geen weidevogels in vinden. En natuurlijk de omstandigheden dat het dan ook erg droog is, dus dan is het niks meer voor die vogels. Ik ben ook weidevogelbeheerder, dus ik zoek elk jaar kiewietseieren, ja. Dat doe ik al heel vanaf mijn 10e, 12e doe ik dat al, ja. Thank you.